De 80's. Top 750. Radio Veronica. Veronica. Mijn idool in de jaren 80 was absoluut George Michael. Ik was verliefd op George Michael. Vooral tijdens Careless Whisper. En niet wetende dat hij natuurlijk nog enorm in de kast zat. Maar oh, wat was ik verliefd. Het gevoel komt weer terug. Boe. Ik vond hem ook zo ongelooflijk knap. En ook met Last Christmas. Dan droomde ik dat ik in die clip zat. Ja, geweldig. Wat ik terug zou willen uit de jaren 80. Nou, dat is niet echt de kledingstijl. Ik heb nog wel steeds qua make-up ben ik redelijk jaren 80. Qua lippenstift en zo. Althans, dat hoor ik altijd van mijn collega's. Maar wat de muziek betreft, ja, ik vond de disco natuurlijk wel echt de jaren 80 disco, de Italo disco. Ja, dat vond ik wel geweldig. Dat mis ik wel een beetje. Dus de muziek mis ik eigenlijk wel. Oh, hubba bubba. Momentje hoor. Ja, dit slaat nergens op. Zo hé. Ik ben meteen helemaal getraind. Bijna. Ja. Oh. Een nummer van Frizzle Sizzle. Nou, we hebben wel een paar liedjes opgenomen met Frizzle Sizzle die nooit zijn uitgebracht. En daar zaten wel echt wel een paar goede nummers bij van Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Waarvan ik zeker weet dat als je dat opnieuw zou uitbrengen, misschien met een iets hipper arrangement, dat het wel echt goede nummers zijn. Ja, ik weet nog dat was ook in de jaren 80. De ramp met. Het komt door die kauwgom hoor. Daardoor is mijn hele brain is. verdorie. Die zwaan in de lucht. Die raket. De Space Shuttle. De ramp met de Space Shuttle. Ja. En dat staat me nog heel erg bij. Want dat was, als het goed is, in januari 1986. Op het moment ben ik druk met de voorbereidingen voor de toppers. Waar ik al 100 jaar in het koor zit. En ook de backing vocals begeleid. En we zijn een tour aan het doen. Theatertour met René Vroger door het hele land. Heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook met een aantal collega's druk bezig met het opzetten van een zangschool in Hilversum. Dus dat wordt helemaal te gek. En dat willen we einde van het jaar willen we dat die open gaat. Dus voor al het zangtalent, dat we die gaan helpen. De 80's. Top 750. Radio Veronica. Veronica.